Tot begin 19e eeuw werd skiën vooral gebruikt als vervoermiddel. Tegenwoordig is het gewoon puur vermaak. Het is zelfs zo populair dat er jaarlijks 1 miljoen Nederlanders op wintersport gaan. Ik zelf heb eerst leren ploegen, de ook wel bekende pizzapunt. Maar ik vraag me af of je nou eerst moet leren ploegen voordat je parallel kunt gaan skiën. Toen ik klein was, toen hebben we eerst leren ploegen, ja. Ik denk dat dat wel slim is om zo te beginnen. Ploegen? Wat is dat? Hoe? Met de pizzapunt, ja. Ik vond parallel wel makkelijker. Je moet er eerst een beetje ondergrond hebben. Nee, ja, eerst het andere. Niet gelijk parallel natuurlijk. Jasper, jij weet alles van skiën en wat erbij komt kijken. Jij geeft volwassenen les, kinderen. Maar wat moet je nou leren, wil je zelfstandig de piste op kunnen gaan? Wil je zelfstandig de piste op kunnen, dan moet je leren remmen, bochtjes maken en mensen uitwijken. En waarom is dat belangrijk? Omdat dat veilig is voor de omstanders en voor jezelf. En in hoeveel lessen kun je dit leren? Globaal genomen heb je ongeveer 10 lessen nodig. Maar bij de ene kan het binnen 3 lessen zijn, bij de andere heeft er 50 nodig. Maar 10, dat valt eigenlijk best wel mee. Het valt op zich mee. De lessen duren een uur, dus het is vrij intensief. Oh, dus het is ook een goede workout dus? Ja, het is ook gelijk een goede workout voor sommigen. Nederland is natuurlijk nogal een plat land. Waar kun je in Nederland nou echt een goede techniek leren? We hebben hier in Nederland bepaalde oplossingen. De sneeuwbanen, de buitenbanen en de indoor rollenbanen. Een indoorbaan, ik vind het nogal spannend. Eigenlijk vind ik het gewoon doodeng. Maar zou jij me daarbij kunnen helpen? Daar zou ik je zeker bij kunnen helpen. Maar dan gaan we eerst een paar goede skischoenen passen. Oh ja, want daar beginnen we mee. Ik mag hier plaatsnemen? Ja, mag je daar plaatsnemen? Mag even je schoenen uitdoen, want dan gaan we de juiste maat bepalen. Ik voel me net de koningin. De meeste mensen staan vaak te grote skischoenen, omdat ze altijd zoiets hebben. Hé, ik moet lekker ruim bij mijn tenen zitten. Oké, maar waarom is zo'n schoen dan zo belangrijk? De schoen is juist belangrijk, omdat je dan alles kan voelen en over kan brengen op de skischoen. En de skischoen brengt het dan weer over naar de ski. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Dag Guus. Hallo. Jij gaat mij helpen, hè? Ik ga jou helpen. En dan gaan we eerst aan de zijkant staan. Dan gaan we je daar vertellen hoe je goed op de skis moet staan. Dus ik ga weer terug nu? Ja. Dan gaan we eerst eens aan de houding denken. En de houding is haaks op de skis staan. Ja. Kijk naar die hamer. Die hamer staat haaks op de ondergrond. Die hand draaien. Goed. Rechtop blijven, rechtop blijven. Want juist dat zijn de verkeerde. Ja, kan ook. Guus, hoe heb je het? Geweldig. Ja? Nou, ik vond het super spannend natuurlijk. En ik moet zeggen, zo'n baan is wel heel anders dan de sneeuw. Dit is stukken moeilijker als in de sneeuw. Dus je gaat hier van moeilijk naar makkelijk in de sneeuw. Ik zie dus in wintersportgebieden echt mensen naar beneden knallen. Is het nou zo dat mensen steeds minder lessen nemen? De mensen nemen steeds minder lessen. Het is ook makkelijk, want je hoeft alleen maar een kaartje te kopen en je kan gaan. Er wordt dus te weinig aandacht besteed aan de veiligheid in de sneeuw. Maar wat ik eigenlijk heel graag wil weten is, moet je nou eerst leren ploegen voordat je parallel kunt skiën? Wat heb je nu vandaag gedaan? Je hebt vandaag alleen maar parallel geskiet en hoe ben je gestopt? Parallel. Met de skis naast elkaar. Oké. Het is een fabel. Zullen we nog een rondje? We gaan nog een keer. Ik heb de smaak te pakken hoor. Zo is dat. Het is dus totaal niet belangrijk dat je eerst leert ploegen voordat je parallel leert skiën. Wat wel heel belangrijk is, is dat je de juiste basistechnieken leert voordat je direct aan het echte werk begint. Ja.
ich bin wie